is weer een wedstrijd dichter bij promotie. Nee, zeker. Ik denk dat we tegen een goed georganiseerde ploeg hebben gespeeld en dat we het heel goed hebben gedaan, heel volwassen. In de eerste helft waren er toch een paar hele grote mogelijkheden om score wat uit te breiden. Zeker, dat klopt. Maar goed, uiteindelijk hebben we dat niet gedaan en bleef het 1-0. En ik denk dat we de tweede helft gewoon zeer volwassen hebben gespeeld en zag er heel goed uit, heel tevreden. Ja, en dan ook twee doelpunten uit de vrije trap en van Thomas van der Bult. Nou ja, goed, als het uiteindelijk niet gebeurt door onze combinatiespel, dan maar uiteindelijk zo. En dat is goed, dat trainen we op, dat doen we goed en ja, zeer blij mee. Is dit de weg naar promotie, naar het kampioenschap zo? Nee, natuurlijk. Kijk, ons doel is eerst om proberen te promoveren. En we zitten goed in de race. En ja, we hopen dat bij wijze van spreken Almere struikelt. Ja, daar gaan we niet om liegen zondag. Maar goed, uiteindelijk moeten wij gewoon zorgen dat we volgende week weer een wedstrijd spelen. En dat we die proberen te winnen. Ja, deze wedstrijd stond ook een beetje in tegen van Bram van Polen en die bijgetekend heeft. Mooi? Nee, natuurlijk. Nou ja, goed, voor mij staat hij niet in teken van Bram. Voor mij staat hij in teken voor PEC Zwolle. En Bram is een heel mooi en goed onderdeel van PEC Zwolle. We zijn met z'n allen blij dat hij heeft bijgetekend. En dat hij zijn waarde heeft voor de ploeg. En dat heeft hij vandaag ook laten zien. Ja, hoe is dat om met zo'n cultheld te werken? Hey, Bram is Bram van Polen. Ik bedoel, de ene week heeft hij een hele mooie uitspraak, de andere week weer nog mooiere. Uiteindelijk ben ik super blij dat ik zeg maar hier vorig seizoen ben gekomen en trainer ben geworden. En hem ontmoet heb in een periode waarin hij er heel anders in zat. En uiteindelijk heb ik daarna weer een heel andere persoon gezien en persoon leren kennen. En ja, ik ben bevoorrecht om met hem te mogen werken. Ja, en nou zo'n geste dat hij het publiek 14.000 consumpties in doet. Nee, ja, goed, duur avondje voor hem. Betaal je iets mee? Nee, ik betaal niks mee. Hij heeft iets langer betaald voor wat gespeeld als mij. Dus nee, goed. Uiteindelijk doet hij dat hartstikke goed. Hij heeft elk jaar heeft hij iets en dit jaar geeft hij iets terug aan de mensen om hem heen en aan de mensen op de tribune die ons trouw zijn gebleven, die ons om de week bij wijze van spreken staan toe te juichen en waarin we ja, een moeilijke zomer hebben gehad en nu denk ik een heel goed jaar hebben. En ja, dat is voor hun dan fantastisch ja, dat ze daarin iets voor terugkrijgen. En zeg maar, iets voor terugkrijgen is een drankje. Maar uiteindelijk gaat het om de manier waarop hij dat brengt. En dat doet hij gewoon hartstikke goed. Zijn dat eigenlijk spelers die elke club moet hebben, zo'n cultheld? Nee, natuurlijk. Kijk, het gaat er ook om hoe hij is, weet je. Hij is gewoon op het veld, door de week, gewoon 1,5 prof. Is er gewoon dag en nacht mee bezig. En ja, dat hij met zijn leeftijd dan nog steeds dit kan opbrengen en kan laten zien. Dat is alleen maar respect. En daar moeten we ook respect voor hebben. En de club heeft respect naar hem toegetoond door hem nog een jaar te verlengen. En dat verdient hij ook. Ja, is het een beetje een kopie van Dick Schreuder? Nee, ik was een andere voetballer als Bram van Polen. Maar ook altijd bezig met voetbal? Nee, zeker. Maar goed, ik denk dat iedereen dat wel heeft. En de een doet het wat meer openlijk en de andere doet het wat meer gesloten. Uiteindelijk denk ik dat je altijd met voetbal bezig bent als je in onze branche zit. De ene Dick heeft gewonnen nu dit weekend, nou moet de andere Dick nog winnen? Nou ja, goed, dat hopen we maar. Ja, waar ga je zondag kijken? Nee, wij zijn hier op de club, dus ik zal hier kijken. En stel Almere verliest, hoe gaat het dan? Ja, goed, dan zijn we wel blij en dan hebben we wel denk ik even een feestje, dus, en dat mag ook. Je werd gewisseld, waarom? Ja, ik voelde me niet helemaal lekker, was wat misselijk in de rust, dus ja, we stonden 2-0 voor, dus even op tijd eruit. Want er komen belangrijke wedstrijden en die wil je ook graag meedoen, hè? Ja, daarom, dus ik was niet helemaal op en top fit, dus ja, dan kan dat even. Niet onze beste wedstrijd, denk ik. Uiteindelijk wel de 0 gehouden weer. Wel wat kansjes weggegeven, wat eigenlijk niet mag, vind ik, maar... Ja, tweede helft hebben we wel kansen gehad om nog meer goals te maken, denk ik. En dan hadden we het onszelf wat makkelijker kunnen maken. Maar ja, je weet gewoon dat tegenstander het klein gaat houden. En dan moet je gewoon rustig blijven. En dat hebben we denk ik wel geprobeerd. En uiteindelijk genoeg kansen gecreëerd nog. Dus op zich oké, maar ja, het kan zeker veel beter. Ja, voor Thomas Beelen, die kon af en toe nog wel leuk indribbelen. Ja, dat was vandaag wel wat ruimte voor. Ik had eigenlijk nog veel meer moeten doen. Ik meer initiatief nemen nog. Maar ja, er zaten een paar dribbels tussen. Maar wat ik zeg, ik had meer gekund. Ja, is dat een beetje nog, dat moet nog groeien, dat je meer het initiatief neemt?
Ja, ik denk gewoon als het ligt er natuurlijk aan hoe tegenstander speelt, maar als ik zoveel ruimte krijg, moet ik gewoon nog dominanter zijn. Ik kan nog vaker gewoon, als ik weet dat ik de vrije man ben, daar gebruik van maken. Ja, maar eerst de wedstrijd van Almere tegen ADO bekijken. Ja, die gaan we zeker bekijken hier met z'n allen volgens mij. Dus dat zou leuk zijn als we al kunnen promoveren. En anders moeten we het volgende week zelf doen. Ja, en als ADO dan wint van Almere, dan in de Polonaise hier door het gebouw? Ik weet niet precies waar we gaan kijken. Ik denk misschien dat we hier gaan kijken. Ja, dan zou het kunnen dat er wel een Polonaise ontstaat. Ja, maar voor de rest, we gaan het zien. Het zou leuk zijn als het nu al gebeurt en anders moeten we het gewoon zelf doen. Ja, loopt Thomas Beelen voorop in de Polonaise? Ik hou op zich wel van een feestje, dus het zou kunnen, maar dat weet ik niet. Misschien de aanvoerder voorop laten en ik de achteraan misschien. Ja, maar die aanvoerder, dat is een monument bijna hier. Hè? Ja. Hij heeft weer een jaar verlengd, dus hij gaat nog een jaartje door. En hij verdient dat hier die waardering, dus dat is alleen maar mooi dat het publiek dat hem dat geeft. Is dat leuk om naast zo iemand te voetballen? Ja, natuurlijk. Ik heb al vaak gezegd, ik leer heel veel van Bram. Bram heeft heel veel ervaring natuurlijk. Speelt al zo lang betaald voetbal en dat is fijn om daarnaast te staan, ja. Wanneer geef jij een rondje voor het hele stadion? Ik denk niet dat het ooit gaat gebeuren, maar het is een leuk initiatief van Bram, dus dat is voor iedereen leuk. Wat hebben jullie gekregen van hem? Wanneer doet hij een rondje voor jullie in? Ja, dat heeft hij niet gedaan. Misschien als we promoveren dat hij dan een rondje geeft, maar hij heeft nu nog niks gedaan.